إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بست برودرز أند سيسترز، وخان فدر مت دلس أوفر كتاب التوحيد. En voor verder gaan, ook een aantal dingen, zeker aangezien vorige week, of niet vorige week, de week daarvoor, mijn excuses, weet toch dat zeg maar, dat we het hebben gehad over shafa'a, over bemiddeling. En we ook een beetje herhalen, zodat we dat gemeente al hopelijk niet vergeten. Als we het hebben zeg maar over bemiddeling, en dat je dus bemiddelt om iets goeds te verkrijgen, of iets slechts van jou af laten te verwerpen zeg maar. Dan heb je dit zeg maar in twee zaken. In het wereldse leven en in het hiernamaals. Het wereldse leven, is dat toegestaan of niet toegestaan? Is het toegestaan. Weet toch dat een wie sallallahu alaihi zegt. Men is sata'a en yinfa'a akhahu van yinfa'a. Wie zijn broeder kan helpen moet het doen. Dus wij dienen onze broeders te helpen. En een shafa'a bemiddeling is daar een onderdeel van. Maar er zijn een aantal voorwaarden. Er waren twee voorwaarden. Misschien dat het een beetje nog een tijdje geleden is. Maar kent niemand nog twee, die twee voorwaarden die ik had genoemd? Mashallah. Nou, dat was als eerste volgens mij. In staat zijn. In staat zijn, dat is de eerste. En ik ben tweede, weet je nog? Het toegestaan. Het toegestaan. En het moet zeg maar. Eerst moet hij zeg maar dat hij de mogelijkheid heeft om dit te helpen. Als hij niet geen mogelijkheid heeft, kan je hem geen shafa'a vragen. En als tweede zeg maar. En zeker als het gaat in dingen zeg maar, die hij niet eens in staat is, zeg maar. Als het gaat in zeg maar, lichamelijk of iets in de richting. Dat men vraagt, zeg maar, kun je mij vragen, of, kun je mij regelen wat er nu precies in China gebeurt of zoiets. In de, terwijl hij geen televisie heeft of niks. Weet toch dat hij het ongeziende moet kennen of iets in de richting. Dat, zeg maar, dat zijn twee voorwaarden, het gaat hem in de dunya. Als in al-akhira zijn er twee soorten. Wat zijn? Nou, nee, daarvoor. Nog eentje daarvoor. Hij zeg maar, erkent en ontkent. En wat in de Koran en de Sunna is erkend, wat aanwezig is, welke bemiddeling erkend wordt door de Koran en de Sunna. En ontkend, en zeg maar, in, zeg maar, ook door de Koran en de Sunna. Het zijn twee soorten. De erkende soort, zijn twee en dat zijn? Nee, maar wat zijn specifiek, ik heb net gezegd, specifiek en algemeen. Specifiek en algemeen. En in specifiek en algemeen, dat zijn zeg maar, specifiek voor wie? Ja, precies. Ja, maar. Voor de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voor de profeet. Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hoeveel hebben wij gezegd dat hij er specifiek voor hem heeft? Of iemand anders? Hoeveel? Ja, sowieso. Ja. Als je optelt in jongens, moet je beginnen bij 1. Heel erg zie je? 5? 4 was het. Nou. 4. Type, wie kan ze nog even eentje opnoemen? Ibrahim. Nou, de deur Jannah, dat zeg maar, zal een bemiddeling zijn dat de Nabi sallallahu alaihi wasallam zal kopen de deur om te zorgen dat de poort van de Jannah zullen openen. Dat is 1. En tweede? Voor zijn oom. Voor zijn oom, Abu Talib. En daar zullen we het een beetje vandaag ook over hebben, inshallah. En als zeg maar als derde? Nou. Nou, Mahsent, dat is bepaalde ulema zeggen dat de bepaalde zonder een of andere afrekening of zonder. Bestraffing en Jannah zal binnenkomen dat de Nabi sallallahu alaihi wasallam deze bemiddeling bij zich heeft. Dan hebben we nog eentje over. Hoe dat is? Shafa al-Udma. Die heb ik nog niet gehad, die jullie hebben zo door elkaar gedaan, ik wist het niet meer. Maar Shafa al-Udma, dat is een grote bemiddeling dat uiteindelijk de hisab de afrekening gaat beginnen. Dat zijn specifiek voor de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niemand heeft deze Shafa anders dan de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hebben we algemeen. Algemeen zijn hoeveel? Naam van de 3. Type, welke zeg 3? We hadden een ezelsbrugje gemaakt. Kent iemand nog herinneren? Tot de. Nee, Ibrahim is afstand. Het is eentje. Even kijken. Eentje zit volgens mij in het vuur. Hij zit in het vuur en uiteindelijk eruit. Naam, dat zit hij nu. Ja, er is nog meer. Jamora. Oh, dat is. Ja?
Ja, precies, dat is nummer twee. Dat is, zeg maar, iemand uiteindelijk, als eerste zeg maar dat hij naar de nar zou gaan. Of hij zit in de nar, hij zit uiteindelijk het half uur en uiteindelijk gaat hij eruit. Door bemiddeling. Dat hebben we een hadith opgenoemd, zeg maar. Dat Allah azawajal tegen, zeg maar, de mensen, de vrome mensen natuurlijk, mijn excuses. En die alle vrome mensen, de profeten, iedereen zal uiteindelijk de shafa'a, zeg maar, zal hier kunnen doen. Als Allah azawajal, dan zullen we nog de voorwaarden zullen zo erover noemen. Maar dat is omdat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dus Allah azawajal zegt al tegen hen, zeggen: haal uit de jannah die jullie kennen, omdat ze hun vragen Allah azawajal, we konden deze persoon, hij was al met ons mee aan het vasten, hij bad met ons. Daarom zegt Allah azawajal: haal eruit wie jullie kennen van de mu'minin. Nou, de tweede was, iemand die zou naar de naar gaan, maar door de shafa'a bemiddering zal hij er niet in gaan. En als laatste? Nou. Nou, en dat was de hadith ook, zeg maar, dat de rangen worden verheven van degene die uiteindelijk, zeg maar, al in het paradijs zou zitten. En dat zijn, zeg maar, dat is de derde eigenlijk van de specifieke. En daar hebben we ook een hadith dat Nabi sallallahu alaihi wasallam du'a deed voor Abi Salama. Allahumma arfa'hu fi. Dat was algemeen, nou, algemeen. Is dit alles duidelijk, alhamdulillah? Oh, nou, de mooie, maar als ik dat zei, dan is het fout in het derde van algemeen. In de algemene shafa'a. Tayyib, als shafa'a. Daar komen we zo bij, inshallah. Dat is niet zo met deze. Maar in ieder geval, dit zijn, zeg maar, de shafa'a, de bemiddelingen, die zijn erkend door de Koran en Sunnah. Maar deze heeft natuurlijk niet zomaar. Deze heeft voorwaarden. Heeft hoeveel voorwaarden? Ja, dat wat dan? Drie. Taib. Welke? Eén. Bemiddeld. Echt, dat hij tevreden is. Als eerste voorwaarde, dat hij tevreden is over, zeg maar, wie bemiddeld. Want als Allah niet tevreden is, wat nog meer? Zit dichtbij. Nou, tot dan. Tevreden is dat hij wilde. Ja, wilde plaats van wie? Of van wat, of hoe? Dat, zeg maar, überhaupt die bemiddeling plaatsvindt. Ja, maar toegestaan voor iedereen. Je bedoelt, zeg maar, toestemming. Ja, nou, dat is het derde, zeg maar, dat hij toegestaan is, dat Allah azawajal het toestaat dat het gebeurt. Dat is twee. Wat is het laatste? Ja, dan? Willen? Nou, dat ook dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden is met beide eigenlijk. Zowel degene die bemiddelt als degene die wordt bemiddeld. Dat zijn, zeg maar, de voorwaarden als het gaat om zeg maar, de van bemiddeling. Daarnaast, zeg maar, hebben we nog één stuk, zeg maar, van het algemeen van shafa'a, is dat het? Dat ontkend wordt. Je ontkend wordt door de Koran. En dat, zeg maar, is specifiek alles wat daarbij te valt. En niet dat, zeg maar, wat daarbij te valt, is ontkend. En dat je dus alles wat bij iemand anders wordt gevraagd dan Allah azawajal. Want Allah azawajal zegt, قُلِ اللَّهِ شَفَعَهُ Jami'a. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zeg op profeet Mohammed, de shafa'a, de bemiddeling, is totaal voor van Allah azawajal. Dus Allah azawajal is degene die het geeft, aan wie hij wil, hoe hij wil en wanneer hij wil. En niet, zeg maar, aan iemand anders. Dus we kunnen dit nooit vragen aan iemand die in een graf zit, of iemand die, zeg maar, uiteindelijk een vroom persoon is, die nu zit. Want uiteindelijk, de bemiddeling kan slechts gevraagd worden aan Allah azawajal. En ook zo kijken naar de sahaba, de metgezellen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zie je dat, zeg maar, niemand eigenlijk heeft gevraagd aan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, oké, bemiddel voor mij bij Allah azza wa jal. Niemand heeft hem gevraagd. De enigste hadith is datgene, de hadith die je net noemde, van Abu Hurairah radiyallahu anhu, dat hij vroeg, ja Rasulullah, men as'ad an-nasu bi shafa'atik, yani wie is degene die het meest gelukkig zal zijn met jouw bemiddeling. Hij vraagt niet, hij vraagt alleen, hoe zou hij dat kunnen bereiken? En toen zei de Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. En wie la ilaha illallah zegt, dus wie zegt dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah azawajal, en dus ook naar handelt, en dat nog ook wel, zeg maar, zuiver vanuit zijn hart, en zuiver vanuit zeg maar, letterlijk van hemzelf, dat hij het zuiver en alleen voor Allah azawajal doet. Dus zijn aanbidding moet dus voor Allah azawajal. Dus je mag geen dua alleen naar Allah azawajal. Je mag alleen, weet toch, slachten en offeren voor degene, voor Allah azawajal. Niet voor de rest niet. Dus jouw hele tawhid moet voor Allah azawajal zijn. Wil jij, zeg maar, uiteindelijk de bemiddeling kunnen bekrijgen of verkrijgen.
En daarom, zeg maar, was het eigenlijk ook hetgeen de reden waarom hij deze hoofdstuk had genoemd. Omdat, weet toch, vele mensen hiermee komen als het gaat om, zeg maar, shirk enzovoort. Vandaag, en dan vond je het nog iets. Prachtig. Nou. Dus deze groep, die zonder hisab en adab, zijn dat muwahhidin met kabair, die toch zonder hisab en adab? Nee, het zijn twee verschillende hadith. Nee, deze hadith, die hadith van over shafaati li ahli kabair min ummati, dat mijn bemiddeling is voor degene met grote zonde, zeg maar. En de hadith, die andere hadith waar ze het over gedaan hebben, dat degene die, zeg maar, zonder afrekening en zonder bestraffing in het paradijs zal gaan, die gaat specifiek over dat Allah, dat een Nabi sallallahu alaihi wasallam komt bij Allah azza wa jal en dat hij dit vraagt. En dat die 70.000? Die zijn die 70.000, nee. En dat die bemiddeling, en dat hij zegt in die hadith, en dat in die hadith zeggen dus bepaalde ulama, dat betekent dus dat ze ook bemiddeld worden door middel van een Nabi sallallahu alaihi wasallam, deze 70 personen, omdat een Nabi sallallahu alaihi wasallam uiteindelijk, dat hij zegt Allah azza wa jal, omdat hij komt bij Allah azza wa jal en zegt Udkhul min Jannah, laat degene die, zeg maar, het paradijs betreden van je umma zonder adab, zonder hisab. Weet toch, neem op. En dit is, zeg maar, een aparte soort, want natuurlijk de shafa'a van Nabi sallallahu alaihi wasallam is natuurlijk algemeen. Wat hij heeft uiteindelijk wou doen, is hij zorgen dat degene die al-kabair, degene die grote zons hebben, dat hij wordt bemiddeld voor hun. Dat zo goed is. Het zijn twee verschillende hadith en twee verschillende situaties. Wallahu a'lam. Nou. Voor de rest was shafa'a duidelijk, bemiddeling. نعم Nee, dat begrijp ik. Maar weet je, de hadith, dus dat Allah zegt, dat shafa'a an-nabiyyun wa shafa'a al-mala'ika, falam yabqa illa arham ar-rahimin. En dat is zoals de Nabi sallallahu alaihi wa sallam zegt, dus hier in deze hadith, dat de profeten hebben bemiddeld en de mala'ika, de engelen, hebben bemiddeld. Falam yabqa illa arham ar-rahimin. En dat er uiteindelijk alleen maar de meest barmhartig overblijft. En in de zin van niet dat hij gaat bemiddelen bij iemand en dat hij naartoe gaat en van ik ga vragen. Nee, de bedoeling is in de zin van jullie hebben bemiddeld bij mij om deze uit de jannah te halen. En jullie hebben, zeg maar, een soort van net zoals deze een profeet of deze vrome mens of deze malaïke bepaalde barmhartigheid voor deze personen om toch te zorgen dat hun uiteindelijk ernaar uitgaan enzovoort. Dus uiteindelijk dan zegt Lem yabqa illa arhamur rahimin. Yani om te laten zien, Allah azza wa jal is de meest barmhartige en er is niets wat meer barmhartig is dan Allah azza wa jal. Dus daarom is niet dat te verzekeren dat hij gaat bemiddelen, maar in de zin van dat wat ik ook bedoelde vorige week of twee weken geleden. Yani dat Allah azza wa jal, als iedereen uiteindelijk bemiddeling heeft gedaan, dan blijft alleen Allah azza wa jal over die uiteindelijk de rest nog eigenlijk helemaal. En die afmaken omdat iedereen die, zeg maar een vonk, zeg maar een klein beetje van iman in zijn hart heeft, dat hij deze nog uit de helft uur zullen gaan betreden. Gaan uithalen. Nou. Nou. Kijk, persoonlijk, ik weet niet hoe het engelen. Ik heb ze nog nooit gezien. Maar toch, dus ik weet niet hoe engelen kunnen bemiddelen. Maar. Toch, in die la'illahum weet toch dat ze een, want het zijn, zeg maar, net zoals in de hadith staat, dat de malaïken sahiruna fil ard. Ja, ze zijn, zeg maar, bepaalde engelen die over de wereld lopen, zeg maar. En ze komen, zeg maar, over de dinges om te kijken waar een qawm is, en die dit kuroon Allah. Waar hun Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. La'illahum minhum. Weet toch, misschien dat een van hun zal zijn. Iets anders. Wallahu alam wie hoe het werkelijk in de werking gaat. Maar uiteindelijk geloof erin. Saddaqna wa amanna wa salamna. Ja, toch, wij hebben geloofd. We hebben aanvaard. En we nemen over. Voilà. Dat is hetgeen wat we weten. Voilà. Nou, laat. Zo'n half uur staat daar volgens mij op een stukje over dat de engelen vergeving vandaag worden geloofd. Ja, maar dat gaat over, weet toch, Hamalat al-Arsh. Degene die, zeg maar, over... Zeg maar dat diegene die de troon en die dragen en de troon,
dragen. En zeg maar, die zeg maar, zo zeg maar, weet toch, een bepaalde shafa'a doen. Onder andere. Dus la'allahum weet toch, tala ala shay, dat ze misschien niet hebben gezien, waardoor hun willen bemiddelen voor de gelovigen onder ons. En voor ons natuurlijk, inshallah, hopelijk zijn wij zijn natuurlijk ook van de gelovigen. Wij geloven ook in Allah azza wa jal. Enzovoort. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons die shafa'a geven. Amen. Voor vandaag dan zullen we behandelen het volgende hoofdstuk. En volgende hoofdstuk heeft ook een beetje weer te maken met hetgene dat daarvoor was. We hebben het eigenlijk nu een beetje de laatste hoofdstukken gehad over de bewijzen. Waar bewijzen die Allah azawajal ongeveer heeft gegeven. Om te laten zien dat alles wat naast Allah azawajal aanbeden wordt, dat die totaal geen nut heeft. We hebben het gehad over shafa'a, we hebben het gehad over andere zaken. En over dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam niet mogen aanbeden worden. Dat we hebben het gehad over dat de engelen niet mogen aanbeden worden. En zo ook mag ook niet, zeg maar, alles wat naast Allah azza wa jalla mag niet aanbeden worden. En niet een vorm van aanbidding krijgen. En we hebben het nu met deze hoofdstukken hebben we het voornamelijk over deze zaken. En de bewijzen die daar op duiden. En vandaag gaat het voornamelijk over een bepaalde ayah en een hadith. Zeg maar, die beide zeg maar, duiden op iets. En dat is natuurlijk dat. Ten eerste dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam niet mag aanbeden worden. En ten tweede dat aangeeft dat als zelfs een nabi sallallahu alaihi wasallam deze eigenschappen niet bezit. Dan is het zeg maar al eer voor als, zeg maar, dat de anderen al het helemaal niet bezitten. En al helemaal niet het recht hebben om aanbeden te worden. En daarover zullen we het nu over zeggen. En de hadith, de bab gaat de bab. Qulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. ولكن الله يهدي من يشاء. يعني الله عز وجل zegt van tegen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, en jij zal niet leiden waar jij van houdt. Jij zal niet kunnen leiden waar jij van houdt. ولكن الله يهدي من يشاء. Alleen Allah عز وجل kan zal leiden wie hij wil. وهو اعلم بالمحتدين. En hij is degene die de leiding zullen krijgen, zal hij de meest wetende over. En dit deze hoofdstuk heeft dus nu eigenlijk ook mee te maken. En deze hadith komt samen met de hadith die uiteindelijk zo zal komen. Want de leiding, als het gaat om zeg maar het vragen aan leiding. En werkelijke leiding dat iemand geleid wordt, is bij Allah azza wa jal. En dat is deze ayah, of dit vers, is een duidelijke punt die dat aangeeft. Aangezien dat zelfs de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zal niet kunnen leiden wie hij wil. En zoals in de hadith aankomt dat Abu Talib, een van zijn oma, die hem op heeft gevoed als een soort vader voor hem. Zijn vader was als jong overleden. Hij was opgevoed als een weeskind. Als eerste bij zijn opa en daarna die is ook overleden. Daarna is hij uiteindelijk bij zijn oom gebleven. En zijn oom daarnaast ook nog, die heeft hem altijd bijgestaan. En eigenlijk in zichzelf had hij ook wel een bepaalde geloof in de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat het klopte. Zoals in bepaalde poëzie staat, dat Abu Talib zei dat hij zelfs ook geloofde dat hij zeg maar, een aantal boodschappelijke, dat hij zeg maar, wel misschien waarschijnlijk een boodschapper is en hij geloofde in de tawhid. Maar hij is uiteindelijk geen moslim geworden. Door bepaalde hoogmoed die er in het hart zat. En als een nabi sallallahu alaihi wasallam, hij kan niet leiden wie hij wilt, dan zijn de rest van de mensen zijn al helemaal niet in staat om zeg maar, iemand te leiden. En dat is eigenlijk iets wat een persoon altijd in bij moet houden. En daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Over zeg maar, dat over een nadara, dat het waarschuwen. En het enige wat jij kunt doen als moslim zijnde, jouw familie die niet moslims zijn, of zeg maar moslims of die zeg maar, bepaalde shirkiyat hebben, of zelfs mensen die zeg maar, volzaak zijn en die grote zondes verrichten. Innaka la tahdi man ahbabt. Je kan niet leiden wie je wil. Of waar je van houdt. Nee, Allah is de leidegene. Je kan proberen en waarschuwen en blijven proberen. Maar uiteindelijk de werkelijke leiding, die zal uiteindelijk van Allah azawajal komen. En zo moet ook een moslim, zeg maar, ermee omgaan. Niet of zijn ouders of nog geen moslim zijn. Of wel, of maar ze willen niet luisteren omdat je bijvoorbeeld bepaalde dingen van de dien probeert duidelijk te maken. Je kan niet uiteindelijk. Uiteindelijk de werkelijke leiding zou je niet kunnen geven. En die is alleen bij Allah Azza wa Jalla. En dit zie je soms ook wel. Als je misschien spreekt met bepaalde ongelovigen of weet ik van wie. Van collega's of weet ik van wat allemaal. En je laat de dien al-Islam zien. Je spreekt over de shahadatain. Wat eigenlijk het begin is wat iemand als een da'wa bezig is met da'wa. Houdt hij bezig met de betekenis van de getuigenis. Je niet
Dat Allah alleen recht heeft om aanbeden te worden. Dat is het eerste stuk. Tweede is dat hij alleen een boodschapper is. Hij wordt niet aanbeden. En hij is alleen maar een boodschapper die het doorgeeft. Dit is eigenlijk de islam. En het is zo duidelijk. En je zegt van, ik kan niet begrijpen dat deze persoon niet de islam en niet uiteindelijk aanvaardt. En dat hebben misschien wel de velen van jullie misschien wel meegemaakt. Omdat Allah azawajal uiteindelijk die leiding niet heeft gegeven. Omdat Allah azawajal die leiding, omdat hij weet het beste met zijn wijsheid. En hij weet het beste hoe een persoon is, waardoor de leiding hem niet is bereikt. En daarom zegt ook de ulema dat de leiding in het algemeen, dat iemand geleid wordt, dat die twee soorten zijn. Twee soorten. Als eerste, hidayat al-tawfiq. Hidayat al-tawfiq, yani dat Allah azawajal succes geeft dat iemand geleid is. En dat is alleen voor Allah azawajal. En dat is ook de bedoeling van deze, of van dit vers. Van dit vers is dit de bedoeling van. Yani innaka la tahdi man ahbabt. Yani zal niet leiden wie waar jij van houdt. Yani dat, want alleen de leiding is van Allah azawajal. Hij leidt wie hij wil. Dus dat is uiteindelijk hidayat al-tawfiq. Yani dat is de succes die alleen Allah azawajal zou kunnen leiden. Daarnaast als tweede is als het hidayat al-irshad. Yani dat jij leiding geeft. Om zeg maar in de zin van dat jij uitnodigt. En dat je mensen probeert de leiding te geven. Yani, je moet die kant op. Net zoals je bijvoorbeeld iemand zegt van een weg. Ja, je moet naar de moskee zeggen. De moskee is die kant op. Yani, je moet naar Jannah. En yani, die kant op. Door middel van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En door de islam op de juiste manier te volgen. Dat zijn zeg maar. Dat is de hidayat al-irshad. Yani, je doet alleen maar een uitnodiging. En dat is het enige wat jij kan doen. Als moslim zijnde. Om iemand anders te overtuigen van de islam. Door hem te verduidelijken. En als hij uiteindelijk stom, blind en doof is. Dan kun je niks anders doen dan alleen maar proberen en blijven proberen. Proberen en blijven proberen. En hopend dat Allah azawajal uiteindelijk hem zal leiden. Zal leiden naar de rechte weg. Over deze tweede zaak. Daar zegt Allah azawajal over in surat Shura. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. En jij leidt tot de rechterweg. En yani in Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij leidt naar de rechterweg. En hij is natuurlijk degene, de boodschapper. Hij is degene die het alleen ons de boodschap doorgeeft. Om te laten zien wie, zeg maar, wat uiteindelijk de weg die naar Allah azawajal toe leidt. Naartoe leidt. En wij kunnen dus uiteindelijk alleen maar hem volgen. Dus uiteindelijk de leiding is van Allah azawajal. En uiteindelijk hij leidt wie hij wil. Als dan iemand zou zeggen, tayyib, walekin, hoe kan het dan zijn dat de ene wel geleid wordt de andere niet? Allah azawajal leidt wie hij wil. We vragen niet aan waarom zeg maar wat hij doet. Daarom zegt Allah azawajal ook, la yusra amma yafal, wa hum yus'alun. Hij wordt niet gevraagd om wat hij doet. En hij doet wat hij wil. Wa fa'alun lima yurid. Hij doet wat hij wil. En hij doet alles met hikma. Met wijsheid. Hij doet alles met kennis. Hij totale kennis komt van Allah azawajal. En de totale wijsheid komt van Allah azawajal. En alles van zijn regels zit wijsheid. En alles zit, zeg maar, wat in deze wereld gebeurt zit wijsheid. En zit iets achter waar uiteindelijk iets goeds uit zal komen. Dus als iemand geleid wordt en iemand niet. Dan komt dit uiteindelijk alleen maar iets wat hij weet. En waarom het hij een bepaalde wijsheid achter zit. Waar goedheid achter zit. En daarom kunnen wij alleen maar zeggen dat dit uiteindelijk de rechtvaardigheid van Allah azawajal is dat iemand dan niet geleid wordt. Omdat hij het niet terecht heeft om gehad om deze leiding te krijgen. En is dat duidelijk of niet? Nou, tayyib, alhamdulillah. De hadith die zeg maar die wordt genoemd, of is sahih, aan Ibn Musayyib radiyallahu anhu. En Ibn Musayyib, Sa'id Ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib is een van de fuqaha al-saba. Waar zeg maar de fuqaha al-saba, waar zeg maar zeven geleerden in de tijd van de tabi'in. En dat waren zeg maar de grootste geleerden zeg maar in heel het islamitisch land. En alle fatawa kwamen terug op deze zeven. Ik heb ze een keer genoemd, maar ik ken ze niet helemaal. Dat is over mij, mijn hoofd allemaal. Je hebt Kharaja en Ubaid en noem maar op enzovoort. En Arwat ibn Zubayr. Radiyallahu radwanullahi alayhim. Maar Sa'id ibn Musayyib is eigenlijk wel de belangrijkste. Aangezien, zeg maar, net zoals imam Ahmed rahimahullah zei, is dat hij de meest geleerde van alle tabi'in was. Er is een bepaalde meningsverschil tussen de geleerden over wie is de beste van de tabi'in. En die naam is eigenlijk ontschoten, maar dat is die van de tabi'in die, zeg maar, genoemd wordt in de hadith. Dat Omar radiyallahu anhu zocht naar een man, zeg maar, die uiteindelijk zijn dua was altijd mustajab.
De bepaalde ulema gaf aan dat hij de beste tabi'in is. Maar zoals imam Ahmed zei, de meest geleerde van de tabi'in, van de volger, van de nakomelingen van de sahaba radwanullah alayhim, van de metgezellen. Dat zou Sa'id ibn Musayyib. Hij was heel erg blij, want hij zocht altijd de ahadith van Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hij heeft niet echt hem gesproken, maar hij zocht altijd de ahadith van ibn Umar enzovoort radiyallahu anhu. Dat hij zocht naar de hadith van Umar ibn Khattab radiyallahu an. Ibn Musayyib aan abihi qala, Ibn Musayyib min al-sahaba radiyallahu an. Lama hadrat Abi Talib al-wafat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa indu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl. En deze hadith gaf aan, die zegt zeg maar, lama hadrat Abi Talib al-wafat. En hier Abu Talib, zijn oom van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, De dood kwam nabij. En zo is ook Sheikh Salah al-Fawzan en Sheikh Suleiman ibn Abdullah, de kleinzoon van Sheikh Islam Mohammed al-Durhab, rahimullah, zei dat zeg maar dat hiermee wordt bedoeld en niet dat de dood nabij was. En niet per se dat hem uiteindelijk de dood gelas, het is aangebroken. En niet dat hij uiteindelijk zijn dood tot uiteindelijk in zijn keel zat. Dat is niet de bedoeling. Omdat al zou dat zijn dat het helemaal uiteindelijk naar zijn keel komt. En dat uiteindelijk zijn dood eigenlijk gewoon een paar seconden is enzovoort. En hij is overleden. Hij zegt dan zou het niet worden geaccepteerd. Het zou niet van hem worden geaccepteerd. Daarom zegt ook Allah Azza wa Jal voor degene die zeg maar toba willen doen op het einde van hun leven. Zegt wa leysat at-taubatu lil-ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut. Hatta idha hadara al-maut qala inni tubtu al-an. En dat hij zegt Allah Azza wa Jal in surat Nisa. En de toba en de berouw is niet voor degene die slechte daden verrichten. En dan heb je natuurlijk over slechte daden. Wie voor wie bedoelt de koffer? Ongeloof, dat men al in geloof zit. Totdat zelfs de dood tot hem komt. En dan zegt hij, ik ben nu pentonic berouw. Weet je, en daarover zegt ook een Nabi sallallahu alaihi wasallam dat de toba niet is voor. Weet je, dat toba altijd zou blijven. Ma lam yugargir. Tot hij maar niet yugargir. En yugargir dat uiteindelijk, dat zeg maar, je weet toch, het geluid dat je water in je keel hebt. En je gaat, weet toch daar. Dat uiteindelijk je ziel uiteindelijk tot hier in jouw keel zit. Dan op dat moment als iemand toba wil afnemen, dan zal het niet worden geaccepteerd. Want uiteindelijk de dood is hem, nabij is gekomen en gaat op een bepaalde manier gaat hij dood. En dan wordt het niet meer geaccepteerd. Zoals bijvoorbeeld Firaun. Zoals wordt gezegd over Firaun. Dat hij zei weer toch van in die amen toe. Ik ben weer amen, qawi Musa, al-kulihal. De hadith zeg maar de ayah, dat hij zeg maar zegt dat hij gelooft in de waargene waar het volk van Mozes en Harun in geloofde. Dus uiteindelijk maar werd niet van hem geaccepteerd, omdat het precies met zijn dood. En hij zei precies, zijn dood was op dit moment, het was een klein stukje en hij was overleden. Daarom is het ook zo, dus dat zeg maar dat iemand als wafat is, en iemand die ziet dat hij zou gaan sterven, dat je zo probeert zo snel mogelijk met hem te praten. Met hem te praten, zorg dat je hem zeg maar overhaalt en toch zorg dat hij toba en berouw toont. Op het laatste moment probeer nog zijn best te doen. Zolang dat ze, als het uiteindelijk die zeg maar dat op het laatste moment is, dat hij uiteindelijk sterft als een moslim. Dat is uiteindelijk hetgene wat, dat zelfs is al goed genoeg. En daar zijn de verschillende ahadith over. Bijvoorbeeld de hadith van die jongen die op zijn sterfbed lag en een nabi zal hem bezocht. En dat hij zei tegen hem van zegt over la ilaha illallah. En dat hij naar zijn vader keek en dat hij dat de vader zei, ati' Abul Qasim. Gehoorzaam Abul Qasim. En Abul Qasim is een Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En daardoor hij moslim wordt en dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam heel blij werd. Omdat hij moslim werd. En dit gebeurt nog steeds. Vandaag werd ik nog gebeld over dit. Dat iemand, een zuster, vandaag is iemand overleden. En die heeft net de shahada gezegd voordat ze dood ging. Walhamdulillah. Weet toch, en eigenlijk was dat gisteren. Gisteren is het, volgens mij zelfs op Yom al-Jum'ah. Even zo was zeg maar, ze had de shahada gezegd, dan is ze in Ghibuba en vandaag is ze gestorven. Weet toch, uiteindelijk zal zeg maar, waarschijnlijk gaat ze regelen dat Salat al-Ghaib over haar gebeten wordt. Want ze zegt, zijn hele messele zit erachter. Maar ja, alukulli haal, weet toch, we zijn blij dat zij uiteindelijk, de islam is teruggetreden. Deze vrouw, rahimahullah. Uiteindelijk zegt dus hier dat Ja'ul Wafah en Nabi Sassim kwam gelijk. Dus wij moeten ook zorgen dat we op ieder moment, als het op het laatste moment, en niet zeggen van Allah mestaan, yani, alas, het is afgelopen, weet toch, ik ga naar iemand anders toe. Nee, proberen.
Want op dat moment kan het zijn dat jij uiteindelijk iemand redt van het vuur. En wat is niet het beste dan dat? En zeker als het familie is. Als het familie is en er zijn bepaalde dingen zijn en dat ze hebben, dan dien je op dat moment zoveel mogelijk bezig zijn om te zorgen dat hun het paradijs bereiken. En niet zeg maar daarop uiteindelijk wachten. Zeg maar uiteindelijk zeggen van glas, het is afgelopen en ik kan niks meer doen. Dus wil niet, ik heb het vaak geprobeerd, maar het lukt niet. Zelfs als het laatste moment kan zo zijn dat het toch nog werkt. En was bij hem was Abdullah ibn Umayya. En Abdullah ibn Umayya, radiyallahu anhu, was op dat moment geen moslim. Hij was op dat moment geen moslim. En zo zoek ook iemand tijdens de les zei. Dat hij zei, weet toch van, zijn hier uiteindelijk waren er twee moslims bij Nabi sallallahu alaihi wasallam en twee niet. Dus uiteindelijk was deze Abdullah ibn Umayya, ibn Abi Umayya, die was moslim geworden. Radiyallahu anhu later. Die was moslim geworden. Abu Jahl, de faraon van deze umma, zoals Nabi sallallahu alaihi wasallam zei, die was als kafir gestorven. En wie is nog meer als kafir gestorven? Abu Talib. En wie was nog meer moslim naast Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dit was een goede vraag. Ik weet niet of jullie op hem gelet. Abu Sufyan. Abu Sufyan was er niet. Die zeg maar, ik heb het over die hier zijn. Er zijn hier vier personen. Vier namen genoemd. En zeg maar, uiteindelijk heb je dus Musayyib. Ahsant, jongen. Mashallah. En toch, Musayyib wordt hier in de hadith genoemd. Maar hij was erbij. En toch, en hij is uiteindelijk ook moslim geworden. Want hij is er min rawat al hadith. Dus hij was er ook bij. En die zeg maar, uiteindelijk was deze ook moslim geworden. Alleen Abu Jahl en Abu Talib zijn gestorven als niet moslims. En laat ook zien dat deze Musayyib en Abdullah ibn Abi Umayya waren eigenlijk toch niet echt familie van Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Terwijl Abu Jahl niet echt familie, maar toch zeg maar van stam Quraysh. Die toch wel dichtbij zijn, wel dicht bij Nabi sallallahu alayhi wa sallam was. En Abu Talib was zijn oom. En die zijn niet geleid. Dus uiteindelijk, dat jij een afstammeling bent, of in ieder geval je hebt familie die zeg maar zo groot, die goed is als een Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zou je niet kunnen helpen. Zoals wij ook zeg maar hebben gehad in de laatste les. Faqalahu, hij zei dus, ja am, weet gewoon mijn oom. Hij probeert het op een rustige manier. Daarom bepaalde ulema zeggen, als je iemand hebt bij de dood op jou dichtbij zit, dat je hem niet op met harde woorden gaat aanspreken. Zeker als je weet toch, als hij zeg maar moslim is, dat je hem niet harde woorden gaat aanspreken. Want bang zeg maar, hij is op dat moment bang. Hij voelt zich niet goed. Hij zit zeg maar, hij zit ziek en weet ik wat allemaal. Op dat moment gaat hij eens denken van, je gaat hem zeg la ilaha illallah. Denk van, alsjeblieft ga weg. Misschien dat hij bepaalde dingen gaat zeggen die je op dat moment niet zou willen horen. Daarom zeggen ze bepaalde ulema, haal deze hadith, dat jij op een rustige toon spreekt. Ja'am, qul la ilaha illallah. Zeg la ilaha illallah. Zeg dat niemand het recht heeft om aanbidden te worden behalve Allah azawajal. Kalimatun uhajilaka bi indallah. Ik zal zeg maar daar jou bij helpen, zeg maar bij Allah azawajal. Zal ik helpen om zeg maar te vragen, zeg maar om te helpen dat ik jou kan helpen voor je deze zaak. En daarom zie je zeg maar hoe belangrijk la ilaha illallah is. Als iemand la ilaha illallah is, zegt, en hij zegt deze getuigenis, en ook Nabi sallallahu alaihi wasallam uiteindelijk nu, maar ik wil zeg maar dat hij daarin gelooft en dat hij de shahada zegt. En dat er niemand terecht heeft behalve om beter te worden, behalve Allah azawajal, dan is iemand moslim. En zolang hij dat heeft gezegd, heeft hij een bewijs, een sterk bewijs dat hij moslim is. En dan kunnen we hem niet eruit halen, buitenuit de islam trekken en weet ik wat alleen maar, alleen met een duidelijk bewijs. En net zoals imam Shoukani rahimallah zei, zo duidelijk als de zon. Zo duidelijk als de zon, dan pas kan men iemand buiten de islam laten treden. Dan zegt dus uiteindelijk, zij zeggen degene die naast hem was, wie waren dat? Abu Abdullah ibn Abi Umayya en Abu Jahl. Die zeiden, atarghu an millati Abdul Muttalib. Hij zegt, wil jij zeg maar echt van weggaan van de religie van Abdul Muttalib? Wat aangeeft dat Abdul Muttalib, de opa van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, gestorven is als moslim? Nee. Als mushrik, als kafir, als ongelovige. Sommigen beweren zeg maar van nee, Abdul Muttalib is moslim, is ook moslim. Nee, sah, ik kan niet. Want in deze hadith getarga bu'a millati Abdul Muttalib. In andere, dat hij zei, mijn vader en mijn jid zijn in een naar. En mijn vader, Abdullah, zal in het half uur zijn. En targa bu'a millati Abdul Muttalib. Wil jij zeg maar weggaan van de religie van Abdul Muttalib. Wat aangaf dat hun wisten wat la ilallah betekende. Ze wisten zeg maar wat uiteindelijk la ilaha illallah was. En als jij zeg maar la ilaha illallah zegt, dat betekent dus dat je niet geen asnam mag aanbidden. En dat je niet iets anders mag aanbidden.
Ze wisten dat. Ja'alu alihatina ilahan wahida. In hadha shay'un 'ujab. En die hebben hun al onze afgoden, zeg maar, hebben ze dit, zeg maar, als één god gemaakt. Niet de enige die het recht heeft om aanbidden te worden. En hebben ze dat gemaakt? Dat is zeker iets bijzonders en zwaardig. Ze wisten wat la ilaha illallah betekent. Als hun zei la ilaha illallah, wisten ze van, dit betekent dat niemand het recht heeft om aanbidden te worden, behalve Allah azza wa jal. Dit is de betekenis, kunnen we niet anders over twijfelen. En dat doen we niet, want wij verhouden zich vast aan hetgene wat ons voorvaders hebben gedaan. En dat is ook een van de gevaarlijkste dingen een persoon kan doen, is vasthouden op hetgene wat de voorvaders zeiden. Je komt met een hadith, je komt met een ayah. Nee, sorry, mijn voorvaders, die hebben dit niet zo gedaan. Dit zijn een van de gevaarlijkste zaken die een persoon kan doen. Andere iets wat je eruit leert, hoe gevaarlijk het is om slechte vrienden te hebben. En dit zijn de slechtste vrienden. Als iemand jou laat roken of weet ik wat voor maasie gaat doen, tayyib. Wat ik in dit koffer. Dit is koffer. Uiteindelijk deze personen hebben hem geleid naar ongeloof. Naar koffer. Dus daarom is het gevaarlijk om zomaar met iemand om te gaan. Gevaarlijk om jezelf, zeg maar, uiteindelijk, of zeg maar zomaar, weet toch zichzelf, als jij echt met een persoon als beste vrienden omgaat, als met, zeg maar, mensen die, zeg maar, jou naar de naar kunnen brengen. Ulaik yad'uuna ila an-nar, wallahu yad'u ila al-jannati wal-maghfirah bi-ibni. En hij zegt maar, Allah hun nodig jullie uit naar. En het gaat over zoaj. Yani, la tunkihul mushrikati hatta yu'min. La tunkihul mushrikati hatta yu'min. En trouw niet de mushrikat. Degene die, zeg maar, shirk plegen van de vrouwen. Wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wala wa'ajabatkum. Yani, een slavin die gewoon gelovig is beter dan, zeg maar, alleen een kafir of een mushrika, iemand die, zeg maar, deelgenootschap en politisme uithangt, die, zeg maar, dan is het beter om een slaaf in te trouwen dan deze te trouwen. Daarom zeggen we aan het einde van de aya, ulaik yad'un ila an-nar. Hun nodig je uit naar een nar. Naar een nar. Die zijn uiteindelijk naar een nar. En daarom is het gevaarlijk om, zeg maar, zomaar jouw contacten en jouw vriendschappen zomaar te laten gaan. Iemand die jou uiteindelijk alleen maar slechtheid kan geven. En iemand kan. Als soms sommige van hun kunnen misschien heel vriendelijk zijn, heel goede eigenschappen, misschien soms zelfs bepaalde eigenschappen die een bepaalde moslim niet eens heeft. Walakin, alleen maar dat hij bepaalde geloofsovertuigingen heeft die niet overeenkomt, is een gevaar voor jezelf. En iemand moet zichzelf beschermen, zodat de shaitan hem niet laat afdwalen, jongen, ja, dat hij niet hem laat afdwalen. Daarna zegt dus, targhab amalati abdu, fa'ada alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'ada. Yani, toen de nabi sallallahu alayhi wa sallam ging nog een keer proberen. Nog een keer proberen om uit te nodigen, maar nog zeiden ze precies hetzelfde. En daarna zei hij, fa'kan akhir ma qala, huwa ala millati abd al-muttalib. En hier zit een bepaalde, hoe je ziet, zeg maar, hoe bepaalde zelf waren. Hoe, zeg maar, bepaalde, zeg maar, geleerden, hoe de bepaalde moslims en de vrome voorgangers, hoe hun waren. Hij zegt, Fakana Akhir Maqal, het laatste wat hij zei, dat hij op de religie van Abdul Muttalib zou zijn. En als iemand op deze bewoording, zeker in het Arabisch, als hij, zeg maar, iemand zou zeggen op die manier, toen zei hij, weet je, van dat hij zei, het laatste wat hij heeft gezegd, dat hij zegt van, ik ben. En ik zou ik ben of daarop. Maar deze zelf wou dat niet zeggen. Hij wou niet zeggen ik ben, want dan zou hij, zeg maar, misschien mushrik, en hij wou dat niet zeggen. Het is gewoon te zwaar voor zijn tong om, zeg maar, om bepaalde slechte aqida over zichzelf te zeggen. Dus daarom zegt hij van hij zei. Nee, hij zei dat hij op die religie zit. En hij wou niet zeggen dat, zeg maar, van ik zit op dit. Hij wou dat niet zeggen. Dat wou hij niet zeggen. En daarom geven een aantal ulema geven hier aan dat zeg maar, hoe heet het, dat, zeg maar, hij deze zelf, hoe hun waren met kalimat koffer en shirk, dat ze dit niet wouden zeggen en absoluut niet dichtbij wouden komen om zulke zaken te zeggen. Daarom zegt wa abba en yaqulu la ilaha illallah. Hij wou geen la ilaha illallah zeggen. Dus hij wou niet de islam gaan binnentreden. En we hebben het, zeg maar, in de hadith vorige week, twee weken geleden gehad, dat Abu Talib uiteindelijk de minst zware straf kreeg wegens de bemiddeling van, de eerste door Allah azza wa jal, en daarna door de bemiddeling van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dat zou hij, zeg maar, voor altijd krijgen, zou die een bepaalde steen onder zijn voeten, waardoor mee zijn uit de hersenen zullen smelten. En dat voor altijd. En hij denkt dat hij de zwaarste bestraffing zou krijgen.
Dat laat zien hoe erg de naar is en hoe erg wij moeten zorgen dat wij niet ook maar een seconde of een minuut in deze 11 uur moeten zitten. En dat kan alleen maar door het volgen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in zijn tawhid, in zijn akhlaq, in zijn manieren, in zijn eenheid van Allah sallallahu, in zijn aanbieding, hoe hij aanbad. Dan pas kunnen wij echt werkelijk zorgen dat wij niet, zeg maar, in een kleine vorm van deze 11 uur zullen proeven. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons daarvan behoeden. Daarna zegt hij en zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, omdat hij toch, hij hield van zijn oom, dat hij zei, maar toch, astaghfiranna laka ma lam unhi anka. En ik zal uiteindelijk vergiffenis voor jou vragen, omdat hij wist, hij heeft de Nabi sallallahu alayhi wa sallam geholpen. Hij heeft de mushrikeen afgedingen. Ze wouden hem vermoorden, maar hij heeft hun gestopt. Ze wouden hem berechten, maar hij heeft hun gestopt. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam kon alles makkelijk doen, omdat zijn oom hem beschermde. Omdat hij een hoge functie had binnen de stam. Dus de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, omdat wegens toch die geir, die goede zaken die hij heeft gedaan voor hem, wou hij toch, zeg maar, iets proberen om toch te zorgen dat hij hem vergeeft. Maar hij zegt, ik ga vragen, maar zolang ik niet word verboden. En daarover is de ayah surah Toba gekomen, zoals in de Nas staat. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. Het is niet van aan de profeet en aan degene die geloven dat hun vergiffenis vragen voor de mushrikeen, voor de polytheïsten, niet voor de kuffar, voor ongelovigen in het algemeen. Die gestorven zijn op kuffar, uiteindelijk hoef je niet te vragen om vergiffenis. لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. En Allah Azza wa Jalla zal hun niet vergeven. Want daarom zegt ook Allah Azza wa Jalla, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. En Allah Azza wa Jalla zegt voorzeker dat in Allah la yaghfir, Allah zal niet, dus zal niet de politisme vergeven, en daarnaast vergeeft hij wat hij wil. En niet zolang iemand shirk als koffer en shirk pleegt en dat hij uiteindelijk dit allemaal heeft gedaan, dan zal hij uiteindelijk hem niet vergeven. Niet vergeven en zal hij het paradijs niet betreden. En daarom zegt ook op de woorden van Isa alayhi salam, zoals Allah zegt in surat, als niet gezegd, surat Ali Imran. Hij zegt, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. En hij zegt, en voor innahu man yushrik billah, degene die politisme verricht, yani door iets anders te aanbidden naast Allah azza wa jal, die zal voor hem innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah, dan zal de jannah, paradijs, zal voor hem verboden zijn. En niet verboden zijn. En die zal nooit kunnen betreden. Hè? Afan? Surat al-Ma'ida? Surat al-Ma'ida is dat, zeg maar, dus hij dat Allah Azza wa Jalla zegt, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. En uiteindelijk zijn verblijfplaats zal, zeg maar, zijn in, zeg maar, in de 11 uur. En deze ayah, zoals de broeder aangaf, staat in Surat al-Ma'ida. Niet in Surat al-Imran, zoals ik eerst zei. Daarnaast is het dus zo, dat wij dus, als wij over kuffar, hoe belangrijk het is om te zorgen, zeker als men familie heeft, of kennis heeft die men kent, om zoveel mogelijk zijn best te doen om hem uit te nodigen naar de islam. Deze personen zijn, zeg maar, zullen uiteindelijk voor altijd in het 11 uur zitten. En dat zijn zaken, iets wat jij, zeg maar, sowieso in je hoofd achterover moet hebben, waardoor jij extra je best moet doen om te zorgen dat deze mensen toch gered worden van het 11 uur. En dat is natuurlijk de beste goedheid wat je ze kan geven. Zeker als het je ouders zijn. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons helpen. Daarna zegt Allah azza wa jal, hij zegt, وَأَنْزَرَ اللَّهِ فِي أَبِي طَالِبِ. En hij heeft daarna stuurd, hij dus de sheikh rahimullah zegt, en hij heeft over Abu Talib, heeft hij gezegd, إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. En je leidt niet wie hij wil, waar je van houdt. وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ. Maar Allah azza wa jal leidt wie hij wil. Nou, want hij leidt wie je wil. Daarnaast, zeg maar, zijn een aantal zaken die bijvoorbeeld ook Sheikh Al-Uzaymin aangaf, die ik nog wil bespreken. Als eerste, net zoals wat ik zei, we hebben, zeg maar, de eerste wat we hebben aangegeven, is dat gewoon over de hidaya. En niet dat, zeg maar, de hidaya. Hoe kan het, zeg maar, dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hier zegt Allah azza wa jal, innaka tahdi man ahbabt, innaka la tahdi man ahbabt. Je zal niet kunnen leiden waar je van houdt. In andere ayah zegt hij, in de kredit zegt hij, in Asrat al-Mustaqim. Jij leidt tot al-Mustaqim. Waarom is dit? Twee verschillende. Wat is het verschil? Ja,
Naam, ahsant. Yani de eerste aya heeft te maken met dat Allah het succes zal geven. Hij is de enige die het succes uiteindelijk kan geven. En de tweede aya gaat over dat degene dat jullie leidt, dat hij leidt, dat jij alleen maar leidt, in de zin van uitnodigt naar de islam. De tweede, zeg maar, over zeg maar Toba. En dat, zeg maar, dat Allah heeft gezegd, zeg maar, degene die net zijn dood zal bereiken bijna, dan zal zijn Toba niet worden aanvaard. Toch een Nabi Sassam ging hier da'wa doen. Waarom was dat? Ik heb al een beetje al gezegd. Het was niet zo ver. En het was, zeg maar, de alamat, het aantal, zeg maar, de zaken die aangeven dat iemand eigenlijk op zijn sterfbed zit, die, zeg maar, die waren gezien. En daarom zeiden ze van dat gaan da'wa doen. En als, maar uiteindelijk de dood, die komt, weet toch, die komt wanneer hij wil. Daarnaast, als derde zaak, is zeg maar dat een Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei hier, hij zegt zeg, weet toch, hij zegt hier zeg la ilaha illallah, terwijl zeg maar de sunnah is eigenlijk om beter te zeggen la ilaha illallah en niet zo op een harde manier zeggen zeg. Maar ik, waarom heeft hij het wel gezegd? Als eerste, zeg maar, heeft hij gezegd ja, weet je, om te zorgen, zeg maar, dat hij, zeg maar, dat hij het toch aanneemt en niet, zeg maar, toch, dat hij, zeg maar, het aanneemt, zeg maar, dat hij heeft het op een rustige manier toch gezegd. Ja, en qul la ilaha illallah. Dat het op een rustige manier wordt, dat is één. En ten tweede heeft dit met de kuffar te maken. Telqin wordt namelijk meer bedoeld met moslims. Man kana akhir qawlu, man kana akhir kalamu fi dunya, ook maar qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah dakhal al-jannah. Wie zijn laatste woorden in deze wereld zijn la ilaha illallah, die zal het paradijs betreden. En dus hier in deze zin wordt geen qul gezegd in de zin van als een moslim is moet je hem niet afschrikken. Maar als het gaat om kuffar, yani, dan kan je wel deze woorden kunnen begrijpen om toch te zorgen dat hun de islam bereiken. Allahu a'lam, zoals hier staat. En ik jullie haal. Daarnaast, zeg maar, hebben we dus veel dingen uit deze hadith geleerd in deze sunnah. Als eerste, zeg maar, dat wij da'wa dienen te doen. En zeg maar ook het bezoeken van de zieken. Want Talib was ziek en ook was hij kuffar. Zijn ze kuffar, zijn ziek, dat je ze kan bezoeken. Om, zeg maar, te zorgen dat hun de islam betreden. Zoals Sheikh Saleh al-Fawzan zei. En dan maakt het niet uit of hij niet moslim is. Maar als jij de bedoeling is dat jij gaat om hem uiteindelijk uit te nodigen naar de islam. En de rest, zeg maar, hebben we allemaal aangegeven. En zeg maar, is, zeg maar, ook wat belangrijk is, is een andere, is zeg maar dat de dood staat vast op hetgene wat je als laatst doet. En niet dat ze zeggen, weet je, al-a'mal bil-khawatim. En de daden zijn op het laatste gerekend. Uiteindelijk, als iemand, hij heeft zijn hele leven in ibadah gedaan en hij heeft zijn hele leven, heeft hij goed geweest, maar op zijn einde, laatste dag, ligt hij shirk en dan gaat hij dood op die shirk, dan is hij voor altijd in de naar. En als iemand, net zoals deze vrouw, rahimahullah, dat zij, zeg maar, uiteindelijk, dat zij een hele leven in koffer heeft geleefd, en dan precies het einde voor haar dood, dat ze toch la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd, dan betekent het, zeg maar, dat zij het paradijs zal betreden. Dus het gaat uiteindelijk om wat als laatst wordt gedaan. En daarom moet iedereen bang zijn voor zichzelf. En zorgen dat hij zoveel mogelijk bezig is met het aanbidden van Allah azawajal en zichzelf redden. En daarom ook in de hadith, ook al zijn sommige ulama zeggen dat dit van de woorden van Ibn Sa'ud radiyallahu zijn, is dat Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, Allahu alam, in ahadukum ya'mal bi'amal ahl al-nar wa ila akhir al-hadith, yani fa hatta ma yakunu baynahu wa baynahu illa dira'an fisbiq alayhi al-kitab fa ya'mal bi'amal ahl al-nar fidkhuluha. Ook al maakt Nabi sallallahu alayhi wa sallam in deze beide kanten. Wat vertaald is, zeg maar, ongeveer dat, zeg maar, iemand handelt, zeg maar, als van de zaak van Al-Jannah of in andere stukje van Al-Nar, totdat hij niks overblijft, zeg maar, van zijn leven, dat hij een klein stukje, en dan doet hij het tegenovergestelde, waardoor hij uiteindelijk of een nar in gaat, omdat hij op het laatste moment zaak van een nar doet, of hij gaat naar Al-Jannah als hij op het laatste moment toch nog zaken van Al-Jannah. En dit is natuurlijk de tofiq van Allah Azza wa Jal, de tofiq, de succes die Allah Azza wa Jal op een persoon geeft. En daarover moet je altijd, en daarom is echt de tofiq van Allah Azza wa Jal, en kunnen wij niet, zeg maar, zomaar vanuit gaan dat het zo is. Alla kulli haal, dat is hetgene wat ik ongeveer wou zeggen.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.